Je atelier of oefenruimte aan huis. De kunstenaars en creatievelingen van SUB aan het Surinamerplein hebben het goed voor elkaar. Omdat elke ja, creatieveling lekker hier aan het werk kan. Helaas is deze broedplaats maar tijdelijk. De werkplekken mogen nog vijf jaar blijven. maar de 65 bewoners moeten er eind deze zomer uit. Dat is ontzettend spijtig. Want velen van ons hebben hier heel lang gewoond. En het is heel moeilijk om een, een passende en betaalbare woonplek. voor alle kunstenaars en creatievelingen. Te vinden. Als het aan een deel van de bewoners ligt, gaat de eigenaar over tot verkoop. Aan hen wel te verstaan. Het ambitieuze wilde plan is dat de bewoners van SUP uh, dit pand als wooncoöperatie kopen, zodat we hier kunnen blijven wonen. Ze richten zelf dus die vereniging of wooncoöperatie op en uh, 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 benoemen een bestuur en uh, de woningen worden door die. Uh, Coöperatie weer aan de uh, leden teruggehuurd. Een huurder legt vaak duizenden euro's in en krijgt daar een lage vaststaande huurprijs voor terug. De laatste jaren zijn er zo'n tien coöperaties in Amsterdam gerealiseerd en allemaal kozen ze voor nieuwbouw. Want een al bestaand gebouw verkopen aan een coöperatie. Amsterdamse eigenaren wilden daar lange tijd niet aan. Maar dat is aan het veranderen, zien ze bij Stichting Woon. Als de eigenaar zegt van nou, uh, uh, soi, ik uh, zie dat uh, hier huurders willen wonen, die hebben ook een mooi plan, dan heb je een gesprek. En ik zie dat een aantal eigenaren nu openstaan voor zo'n gesprek. En dat, dat is nieuw. Dat ondervonden ook de huurders van deze oude pastorie in Noord. Want het gebouw is dus de pastorie van de Sint-Rita. This is her. Hun huisbaas reageerde verrassend positief op hun coöperatieplan. Toen dropte ik de bom van: Nou, dan kopen we het toch van je. En dat was heel leuk, want ik zag in hem toch die ondernemingsgeest fonkelen in zijn ogen. Want dat is wel de taal die hij ook spreekt. Er is ook een prijs genoemd. Uh, ze zijn nu bezig uh, te onderzoeken uh, wat er aan het pand nog gebeuren moet. Dus die zijn al hele concrete stappen aan het nemen om het aan te kopen. Dus die hebben zeker een kans dat het gaat lukken. Ja, hopen dat het lukt voor het einde van het jaar. Bij SUP zijn ze nog niet zo ver. We hebben een vereniging opgezet. We hebben een intentieverklaring van de bank en van de gemeente. We hebben een architect in de arm. Ik heb er vertrouwen in, maar ik denk wel dat we nog een hele lange adem nodig hebben. Pandeigenaar Vesteda is op de hoogte van het plan, maar benadrukt dat alle opties voor de toekomst nog op tafel liggen.